In Afwijkend gaan Cup of Tea verslaggevers de gastvrijheid van Tilburgse wijken beoordelen. Dit doen ze op een bijzondere manier, namelijk door iets terug te doen voor de maatschappij. De vraag is echter tot in hoeverre de inwoners dat kunnen waarderen. Het is Afwijkend en vandaag zijn we in Tilburg-West. Wij zijn vandaag bij een nieuwe Afwijkend en we gaan iets doen waar iedereen een hekel aan heeft. En wat is dat, Tim? Iemands rug harsen. Een puist uitknijpen. WC schoonlikken. Ik denk dat we gewoon gaan poetsen, waar ook iedereen een hekel aan heeft. Nou, kwam in de buurt. Ja, je zat wel in de goede richting. Wij zijn klaar voor. Tilburg-West. Met ongeveer 30.000 inwoners, waarvan de meeste wonen in het zand. Een stukje Tilburg, wat ook voor veel buitenlandse studenten een thuishaven wordt, dankzij de Tilburg University. Een andere belangrijke voorziening in West, waar je beter niets mee te maken kunt hebben, is het Tweestedenziekenhuis. Verder is er veel groen te vinden in de wijk. Zo ligt er een kruidentuin en natuurlijk de oude waranden. Tilburg-West dus, met haar grote contrast in nieuwbouw en oude panden, waar je met je neus in de boeken kunt gaan en waar het niet iedereen het nodig vindt om een deurbel te hebben. Nou, het echte oordeel kun je pas vellen als je er middenin duikt. Ah, dit ziet er wel heel schoon uit, hè, Vini? Tim, jou vertrouwen ze wel, mij niet, denk ik. Je hebt zo'n betrouwbaar hoofd. Ik neem wel het emmertje vast mee, want dan kom ik tenminste al beter over. Oh ja, dat is waar. Dat is een goed plan. Hallo. Hallo. Ik wil eigenlijk iets vragen. Je wil iets vragen? Ja, okay. Of we bij je mogen komen schoonmaken. En je mag wel binnenkomen. Ja, nou. Dan komen wij binnen. Dan gaan we kijken wat we kunnen doen. Valt altijd wel iets te poetsen. Wat zullen we hem laten doen? Onze ramen zemen dan. Die grote raam. Heeft hij daar zin in? Zullen we eens kijken of hij dat kan? Ja, want u heeft zoveel kinderen, maar het is dus inderdaad best wel goed opgeruimd. Ja. Nou, ik heb 3 kindjes van mezelf. Even kijken, er gaat er eentje vandoor. En ik ben gastouder. Dus ik heb 3 of 4 kindjes van een ander. Oh. Dus dan lopen er, ja, nou is Pinkster, hè? Dus ja. Nou loopt er niet zoveel. Maar normaal wel. Hoeveel lopen er hier normaal ongeveer rond? 6 op een dag. Zo? Ja. En dan is zij naar school. En dan komt zij terug en dan gaat er een kindje naar huis en dan zijn er 6. Dus, dat is een druk huishouden. Ja, elke dag. Gezellig. Dat wel. Wat vindt u daar zo leuk aan dan? Bij mijn eigen kinderen kunnen zijn. Want ik moet toch werken om geld te verdienen. Niet iedereen, hè. Maar om dan lekker bij je eigen kinderen te kunnen zijn. En dan zo met andere kinderen samen vinden hun ook hartstikke leuk. Om dan zo toch lekker bezig te kunnen zijn. Ja. Dan zijn wij mooi op tijd. Ja. En dan gaan wij eens, buiten komt er een ramenlapper, maar binnen niet. Binnen niet? Dus, nou, dan gaan wij binnen eens heel mooi de ramenlappen. Ja, die zijn vet, want dan komen de kindjes aan. Doen we. Die zijn... De ramen zijn vet. Wij doen alles. Oh, jullie doen alles. U hoeft alleen maar op de bank te gaan zitten en voor de rest doen wij alles. Dus als u nog een kopje koffie wilt of een boterhammetje, dan zijn wij daar ook nog voor. Kijk eens, in mijn eigen huis. Je had ook nog doekjes, hè? Ja. Ik weet wel dat je ammoniak nodig hebt daarvoor. Nee, toch? Ja, dit is voor streeploos te reinigen. Ja. Echt? Ja, voor het reinigen en ontvetten van ruiten, spiegels, stegels. Ja, dat weet ik dan wel. Gedaan, ammoniak. Maar mama, dan rest mij wel de vraag, wat is met de andere gebeurd? Papa? Ja. Met papa? Die is er gewoon. Die is er gewoon. Die werkt heel veel, dus die is ook veel niet thuis. Hm. Die heet maar, Adelaar. Ja. En wat doet hij voor werk als vraag, hoor? Hij werkt bij een garage en hij moet ook heel veel naar het buitenland om auto's op te halen en gewoon hier. Ver weg en dichtbij, dus dat is altijd een andere tijdstip. Ik denk dat we even een dwaal nodig hebben. Oké, mama.
heb even een dweil nodig. Ja, en dat maakt op zich niet uit, want dan is mijn vloer ook gelijk weer schoon. Dan heb ik 3 in 1. De deurmat ook. Oh. Oh. Nou, daar ga je zwemmen. Doe die mat eruit! Ik vind het nou maar mijn kind meenemen. Kijk hier, mijn kind zit er zelfs in. Nee. Ja, die wil ook meteen verrassen. Ja, ik wou zeggen aangeven. En dit verschonen doen we dan ook? Als jij dat wil, wel. Ik wil wel. Zo? Ja. Even checken. Wat is het beste? De ramen, de vloer, de klunzige vloer of de... de klunzige vloer, dat was eigenlijk gewoon mijn idee. De keuken. Ja, de keuken het mooiste? De keuken. Nou, ik vind de ramen wel mooi blinken. Oh, nou, dan ja, het staat gelijk. Het staat gelijk, hè? 1-1. Ja. Even springen. 1-1. Nou, dan ga ik hem neerzetten en dan ga ik hem door. Nou, je hebt wel een nieuwe verdiening gemaakt om de keuken te poetsen. Ja. Doei! Doei. Nou ja, ondanks dit klunzige gedoe zijn we wel geslaagd. Op naar de volgende. Oh, hallo. Ik had een vraagje. Mogen wij voor u komen poetsen? Waar? Wat er vies is, maken wij schoon. Nee, dankjewel. Nee, niks? Alles is schoon? Alles is hier helemaal aan kant? Ik heb net gezogen. Oké, okay, nou dan zijn wij er weer vandoor. Dankjewel. Ik denk dat de man ook schoon is. Hallo. Hoi. Wel een vraagje. Mogen wij voor u komen poetsen? Maar ik kan niet, waarom moet u opnemen dan? Omdat dit voor Omroep Tilburg is. Wat wil je dan? Ik wil graag iets komen poetsen als dat mag. Binnen? Ja. Op vrijdag. Nee, dank u wel. Nee, geen interesse? Nee. Alles is gewoon binnen? Ja. Oké, nou dan gaan we weer verder. Oké. Fijne dag nog. Goedendag. Goedendag. Ik had een vraagje. Mogen we bij u komen poetsen? Nee, dank je. Nee? Nee. En wederom wordt Bart genadeloos afgewezen. Iets wat voor hem bijna onverdraagbaar lijkt te zijn. We hebben jou niet. Dan lach je me nog uit, jongen. Ja. Hallo, ik had een vraagje. Hey. Zouden we bij u mogen komen poetsen? Ik heb een video. I speak English. Oh, we just want to clean your house a little bit. If you want to. Oh, where? Where? Well, I don't know where. Just pick something we can clean. I don't think so. No? No? It's already clean over here. Yes. Yes? Okay. All right. Thank you very much. Well. Deur is weer schoon. Ik kan ze toch niet lezen, man? Jawel toch? Oké. Dit is niet zo lullig, joh. Kusjes, Bart en Tim? Ja. Daar gaat hij dan. Hop thee, goede daad verzet. Ja. Volgende. Op naar de volgende. Goeiedag. Goeiedag. Ik had een vraag of we bij u mogen komen poetsen. Natuurlijk mag ik komen poetsen. Ja? Natuurlijk. Ja? We willen allemaal poetsen. Wat er smerig is, wij poetsen alles. We hebben niks smerigs. Oh. Een beetje niet? Ook een beetje smerig. Nee, wij zijn echt proper mensen, we hebben niks smerigs. Dus. Maar je mag er wel nog een keer overheen gaan. Ja, dat ik wel. Ergens nog een keer overheen. Ja, doen wij gewoon. Oké. Nou, we gaan erbij. Dank u. Het ziet er hier dus nog hartstikke schoon uit, maar wat moet er nog precies gebeuren? De afwas. We zijn net klaar mee eten. Oh.
En de afwas moet nog gedaan worden. Dus. Dan gaan wij de afwas doen. Dan kunnen we daar misschien even ook vlug een doekje door de keuken heen halen. Tuurlijk. Ja, precies. Doe ja. Gewoon. Maar normaal. Dan is het morgen helemaal klaar. Hé, hey, hey, dat is niet verkeerd. Ja, toch? Het mag voor mij elke week komen. Ja, dat dank Willen wij nog een kommetje ertessoep? Ja, daar zeggen we ook geen nee tegen. Het is wel geen eigen gemaakt, hoor. Nou, dat geloven we wel. Dat zeggen we wel. Nee, dat was Jos vanuit de trein, was het meteen eten. Dus ik heb maar gauw een blik opengedraaid. Ja. Thee, Bartje? Smakelijk rit, jongen. Het is wel mooi geregeld, hè? Met je mag erbij? Nee, ik ga hem eerst zo proberen. Ja? Ja, hij is echt overheerlijk. Goed zo. Heeft de soep lekker gesmaakt? De soep was overheerlijk. Goed zo. En nou zin in een ijsje? Ja, dat kunnen we eigenlijk niet tegen zeggen. Geen combinaties, zeg, bij ijs, maar... Och. Ja, ik vind het helemaal geweldig. Ja? Ja, echt. Goed zo. Nou, nou. Dan krijg je nog een ijs daar. IJs. En hoe hebben jullie elkaar eigenlijk ontmoet? Op de dansles. Op de dansles? Dat is wel echt heel romantisch. Toen wij 16 waren. Ja? Ja. En nu? U pak me vast en begon te dansen en door uw geweldige dansmoves... Door de geweldige dansmoves heeft u er... Dat was de enige mogelijkheid om weg te kunnen luisteren. We mochten ergens, ik mocht weer ergens, hadden ze toen aan de dansles. Ik wil alleen maar jou dansen, zei ik. Ik ga het zien, maar u bent dus eigenlijk ook al vanaf uw 16 met elkaar? Ja. Dat is ook al een uur. Dat zou ik echt niet kunnen. Sorry allemaal. Ja, maar dat was vroeger toch ook veel meer dan nu? Ja, jawel. Mijn man is nou 65 en ik word 64 in september. Dus het kan nog, hè? Ja. Zie je? Ja. Ja, wij niet meer. Wij zijn de 16 al gepasseerd. Ja. Ja. En ik ga eigenlijk ook nooit naar danslessen. Oh, ja. Dat is, dan moet ik volhouden. Maar goed. Ja. Ik vond het heel gezellig. En ik, ja. We mogen nog een keer terugkomen als we willen. Absoluut. We mogen absoluut nog een keer terugkomen. De deur die gaat weer open en ik zal wel een werkklusje voor handen hebben. En dan ben je altijd welkom. Oké, okay. Nou, ons buik is weer vol. Ik dank je hartelijk. Ja. Bedankt. Heel goed gedaan. Tot de volgende keer. Goed zo. Goed zo. Tilburg West, wat vinden we ervan? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vond het slechter dan Breeshof. En jij? Ja, dat kan ik me wel in vinden. Het is wel zo dat die mensen net ook weer enorm veel goed hebben gemaakt ten opzichte van de rest van de wijk. Want we kregen als beloning een ijsje en een goed bordje ertessoep. Gastvrijheid was top daar, ja, maar over heel Tilburg West? Ja, nee, nee. Wat voor punt? Ik denk een 6. Zou een 6 goed zijn? Ja, Tilburg West, jullie krijgen van ons een 6. Beter je best doen. En wij gaan lekker buiten westen. Ja, wij gaan buiten westen inderdaad. Doei! Dat is wel jammer, want we willen alleen even een steentje bijdragen. Amai, mama. En nou. Heeft u nog tips voor mensen in de buurt waar het ongelooflijk vies is, waar we eigenlijk langs moeten gaan? Heeft u een buur waar die van zegt van nou, daar moeten we zijn? Ik heb zojuist mijn eerste splinter opgelopen. Oh, wacht. Stil, ik trek hem eruit.